Ellen, goedenavond. Ah, ik heb een aanvraag om te streamen. Wacht. De Nicola wil streamen. AJT. Wacht, en dan ga ik. Nicola van Pasta Plezier wil iets live. We gaan dan. Nicola, aan dat taart. We gaan zien, hè. Waar is Nicola? In de keuken. Ah, hè. Voilà, goedenavond. Ja, het is niet alleen hè. Je zit hier met 100 man. Goedenavond iedereen. Ben je aan het koken, Nicola? Ja. Super. Ja, Pasta Plezier is open tot 11 uur, hè. Is open tot 11 uur, alright. Dat wist ik eigenlijk niet. Cool. Dus als je morgen jouw gingerblast blaast, komt halen, alvast hartelijk bedankt voor de bestelling. Dan breng maar wat mee, hè. Je moet die van Tim ook maken voor mij. Oké, okay, super. Thanks. Dan heb je eens alles, hè. Hij is ook, ik denk dat jij hem goed kan kunnen gebruiken in de kitchen ook. Zeg, laat die mantis zien dat jij verkoopt online. Dat kan wel leuk zijn, hè, voor iedereen. Kun je die laten zien? Ja, wacht, ik probeer hem mooier te laten zien. Het is er wel wat donker. Wacht, hè. Wacht, hè, we gaan wat licht maken. Ja. Zit, pak een andere gsm en niet te veel bewegen. Ja, voilà. Dit is iemand die een mooi kerstcadeau wil. Je kan dat bij Nicola bestellen. Daar past dat plezier. En hij brengt dat helemaal naar jullie thuis. Prachtige man. Er zijn ook nog dozen pijnde fleurs bij, maar anders kan de man niet op de tocht staan. Voilà. Schitterend, prachtige man. Voilà, iedereen geeft thumbs up. En het is ook heel, heel mooi. Naast zegt filmpjes zijn geweldig en inspirerend. Alle bio- en natuurwinkels zijn onveilig gemaakt. Nicola, heb je iets op vuur staan? Skinny Love Proof. Laat eens zien wat je gaat koken zijn. Het is momenteel alleen maar pasta dat ze bestellen. Maar geen een boekweitpasta? Nee, ik heb geen een boekweitpasta momenteel, nee. Ah, dus, in bestelling, hè. Maar voor degenen die de pasta precies niet kennen, voilà, Nicola maakt, zonder dat je daarop voor hen bestelt, gewoon keilekker een boekweitpasta, boekweitkorrels, whatever dat je maar wil, hè. De skinny lovers die eten zo laat niet, hè. Dat zijn alleen de ongezonde mensen, hè. Ja, ja, dat is waar. Hoeveel kilo ben jij kwijt, Nicola? 23. En die hele family, en de 2 seconden tijd om het verhaal te doen van uw neef die dat huis gekopen? Gekocht heeft ondertussen. Gekocht heeft? Dat is een mangelijk verhaal. Kom een dampje op, bestellen. Ja, wacht. Dat is een schitterend verhaal. Dat is misschien beter. Ja. Het verhaal met mijn neef, ja, nee, die had al een huis gekocht in Gent, maar die moest voor zijn lening, moest hij de bank zeggen, moet wel een schuldsaldo hebben. Dus hij vraagt een schuldsaldoverzekering aan. En zei ja, maar doordat je, die had een heel zwaar letsel gehad en een kwetsuur, heel lang niet kunnen werken, thuis gezeten, plat gelegen. En de bank zei ja, we willen toch dat je bloedwaarden ook laat trekken. En die liet zijn bloed trekken. En dat was helemaal niet goed. De bank zei ja, sorry, maar op basis hiervan kunnen wij je geen schuldsaldo geven. Dat was een probleem, want 2 weken later moest hem zijn huis kopen. En hij zei ja, en wat nu? De bank zei ja, dan kun je kopen zonder schuldsaldo, want dat wou ik niet. Dus ik zeg tegen hem, hier, gedurende een maand, volle gaas. Skinny Love. En hij heeft hem 2 kuren gepakt op een maand tijd, dus dubbele dosis. Ja? Hij heeft hem een tegenbloedanalyse gedaan en die was, ja, super. Dat de bank zei van, nee, dat klopt hier niet, je gaat gevoeveld met je bloedanalyse. En ondertussen hebben ze een tegenanalyse gedaan met de bank en die was nog beter. Dus nu zeggen ze, ja, maar die eerste, dat zal wel een fout geweest zijn. Dat is niet een fout, we weten allemaal dat dat Skinny Love is. Fantastisch, hè? Ja, zijn papa is ook begonnen in Spanje, hè? Die heeft ook besteld. Ja. Ondertussen is heel de familie van Nicola aan de Skinny Love. Fantastisch. Nee, ik denk dat dat een schitterend verhaal was. Nicola, wel, super thanks. Jouw man is schitterend. Leverde jij die in gans België of eerst alleen in Antwerpen? Nee, het wordt in gans België geleverd. Oké, okay, voilà. Zeg eens dus even naar uw website. De Castellino, die helpt ons ermee. Ah, voilà. Super. Super verhaal, Nicola, zegt Doreen. En wel schitterend. Nicola, zeg nog eens even uw website. www.pastaplezier.be. Daar kun je gewoon naar de bestellink gaan. En dan komt eigenlijk in onze webshop uit. En daar zit ook een Skin Love pagina. Als je daarop klikt, kunnen de 2 maanden zien. We hebben dus 2 maanden. 1 maand met alles in, zoals je hebt gezien, met de pijn de fleurs, de shaker, Skin Love. De details zitten er volledig bij. Die komt op 250. En anders hebben we er een die op 300 komt. Dat wil dan zeggen dat er gewoon een bon in zit om bij ons lekker te komen eten. Voorgerechtje, hoofdgerechtje, Skin Love Proof dessert. Wat wijn erbij. Dus gewoon super plezant voor aan iemand cadeau te doen. Of aan uzelf cadeau te doen. Hè. Je vergist hem eigenlijk. Het is heel lekker eten, niet gewoon eten.
Het is top eten. Nicola, super thanks. Ik kan je laten koken voor het koken, hè? Voilà, top. Merci, tot morgen. Groetjes, hè, tot morgen. Bye. Hoe laat mag ik dat komen halen? Oh, anytime. Vanaf 9 uur. En ik moet iets meebrengen, zeiden? Ja, kies maar iets. Wacht. Vijf, maar ik zal, weet je, ik zal even denken voor de week wat ik allemaal wil en ik zal naar WhatsApp sturen. Voilà, toppie. Groetjes. Okay. Groetjes, hè. Bye-bye. Bye-bye. Ja, schitterend verhaal van Nicola met... even kijken. Oei, wacht, ik duw hier op het verkeerde ding. Ja. Schitterend verhaal toch van Nicola met de kozijn die de bank zegt van... Nee, je hebt gefoterd met uw bloedanalyse. Dat kan niet. En dan daarna zegt de bank, nadat ze zelf hebben teruggetest van... Hé, hey, ja, wij zullen verkeerd geweest zijn. Alleen die dokter, die eerste dokter, is al verkeerd geweest. Skinny love is healthy. Ik denk dat dat een belangrijke is.